Goedendag dames en heren. Welkom bij deze reportage van RTV Seaport. We staan hier voor het Ichthus Lyceum. Het is vandaag dinsdag 15 maart, de tweede dag van de verkiezingen. 14, 15, 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En we maken hier een reportage zometeen samen met Jos, de cameraman, om te vragen over hoe de leerlingen van het Ichthus Lyceum hier gaan stemmen. Zij mogen namelijk vandaag hun stem uitbrengen op de lokale partijen van de gemeente Velzen. We gaan een kijkje binnennemen en we zijn benieuwd wat de leerlingen te vertellen hebben. We staan hier in het lokaal van het Ichthus Lyceum, waar de stemming gaat plaatsvinden voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen, waar de leerlingen hun stem kunnen uitbrengen. We staan hier met Lars van den Brugge. Jij bent docent? Maatschappijleer, maatschappijwetenschappen. En wij organiseren al vele jaren de scholierenverkiezingen. Een soort schaduwverkiezingen die gehouden worden een dag voor de landelijke verkiezingen. En wat heel leuk is om de leerlingen kennis te laten maken met de verkiezingen, hoe het allemaal werkt. Maar ook te kunnen kijken, ja, hoe scoort het Ichthus en ook ten opzichte van het land. En waar kunnen ze nou precies op stemmen hier? Kunnen ze ook op hun eigen vader of moeder stemmen? Nee, dat is een beetje een teleurstelling. We merkten het net ook. Sommigen hadden net helemaal opgezocht op wie ze dan bij welke partij. Dat is een klein weeffoutje wat natuurlijk niet bij de echte verkiezing is. Maar in het kader van alle stemmen tellen is er wel voor gekozen nu om je stemt op een lokale partij. Dus je kan op de 10 partijen in Velzen kun je je stem uitbrengen, maar niet op een persoon. Dat is het enige wat anders is. Oké, dankjewel. Ik sta hier met Juna, een van de leerlingen van het Ichthus Lyceum. Kun jij vertellen waarom je gestemd hebt? Het is namelijk niet verplicht, hè? Nee, klopt. Ik denk dat ik heb gestemd omdat ik het gewoon interessant vind. En omdat ik het leuk vind om zeg maar een beetje inspraak te hebben op wat er precies gebeurt. Nou ja, we hebben niet echt letterlijk inspraak, maar toch een soort van te zaakjes. Oké, en er spelen natuurlijk allerlei onderwerpen, zowel landelijk als in de gemeente. Kun je iets uitleggen waarom je, of het is om welke reden, vanwege welke onderwerpen je je stem hebt uitgebracht? Ik heb voor een partij gestemd die zich best wel met het milieu bezighoudt. En dat vind ik best wel belangrijk, zeg maar. Daar ben ik zelf ook wel mee bezig. Dus dat vond ik wel, nou ja, toch wel, ja. Ik sta hier met Ferran, die ook zojuist zijn stem heeft uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezing, maar dan voor de scholieren. Een hele brutale vraag om maar mee te beginnen. Wil je zeggen wat je gestemd hebt? Ja, zeker. Ik heb op Velzen lokaal gestemd. Dat heb ik gedaan omdat ik dus op de Velzen site op Google, heb ik die opgezocht, heb ik een test gedaan. Allemaal vragen beantwoord en bovenaan kwam Velzen lokaal. Dus ik dacht, dat komt het meest overeen met wat ik belangrijk vind. Dus ik denk, ik stem op Velzen lokaal. Nou, hartstikke goed. Ja, dat is wel een hele goede manier om erachter te komen waar jouw keuze en waar jouw voorkeuren dichtstbij liggen. Wat vind je überhaupt van dat deze verkiezingen hier op school worden gehouden? Ik vind het belangrijk, omdat je dan kan zien wat de jeugd belangrijk vindt. Dus welke partij er bij de jeugd vooral bovenaan het lijstje staat, als het ware. Want dan kan je zien wat zal er over een bepaalde tijd bovenaan komen. Welke partij? Zal het de VVD zijn? Zal het GroenLinks zijn? Dan kan je een beetje zien welke partij er dan bovenaan komt staan later. Ik zie dat jij nu je stem uitbrengt. Mag ik jou wat vragen? Ja hoor. Een hele brutale vraag misschien, maar wat heb je gestemd? D66. Oké. En dat is een landelijke partij die toch een beetje een groen imago heeft. Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om op die partij te stemmen? Nou, eigenlijk ook wel een beetje omdat ik een aantal stemwijzers heb gedaan en ik uitkwam op D66. Dus vandaar heb ik ook wel een beetje op D66 gestemd. Maar ja, ik ben zelf wel een beetje gewoon midden en een beetje links. Dus dat past ook wel bij D66. Dus ja, vandaar eigenlijk. Maar voor de rest heb ik me niet heel erg verdiept in D66, als ik eerlijk ben. Nee, oké, dankjewel. Maar het zijn natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Woon je toevallig zelf ook in Velzen en heb je ook gekeken naar wat er in jouw buurt gebeurt? Ja, ik woon in Velsenbroek, dus ik woon in Velzen. Maar wat er in mijn buurt gebeurt, ja, niet echt. Nee. Nee, of andere onderwerpen die heel erg spelen in de gemeente en die de gemeentelijke partijen op de agenda proberen te zetten? Nou, ik krijg niet heel veel mee, een beetje wel over wat ze dan willen veranderen qua gewoon dingen in het winkelcentrum en zo. Dat ze dan willen aanpassen of zo. Maar voor de rest krijg ik niet heel veel mee, als ik eerlijk ben. Nee. Oké, nou dankjewel voor je eerlijke antwoord. Geen dank. De uitslag van de scholierenverkiezing is bekend. Het landelijke beeld is dat daar de lokale partijen het grootst worden. Maar in Velzen is het duidelijk afwijkend. Bij de scholieren zou D66 met bijna 33% van de stemmen de grootste worden.
gevolgd door GroenLinks, VVD en Partij van de Arbeid. En zou Velzen Lokaal de eerste lokale partij zijn op plek 5. Toch wel een verrassende uitkomst en binnenkort zullen we zien wat de volwassenen hebben gestemd als de werkelijke uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt.